Zo dan. Hey! Kan een beetje minder? Spelen oké, maar dit is wel heel erg hoor. Een hele goede middag, lieve vrienden, op deze middag. Ja, het is vandaag alweer maandag en... Mijn excuus. Ik kreeg ineens een kribbeltje. Maar in ieder geval welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag dus maandag 25 januari. Hallo dames, kant geschikt. Ja! Daar hadden we al. Nou ja, oké. 25 januari 2021. En we leven om 12:40. Astrid die komt straks weer. Ik ga straks ook weer aan de slag. Want ik wil dat weer schoon hebben. Dan kan alles weer opgeruimd worden. En ik probeer vandaag de takken van de moestuin af te halen. Ja, want die hangen er nog steeds. Maar oké, ik ga straks ook eerst even met de rondjes uit. Ik hoop dat ik eerst mijn water moet drinken zometeen. Jullie banjers. Maar ik liep vannacht op straat. Wat een genot. Ik heb één auto gezien. Eén. Normaal is het om die tijden wanneer ik ook loop. Er vliegen altijd wel auto's om je heen. Maar nu, één auto. En het is ook nog een vreemde auto. Het is een witte auto. Er staat niks op. Niet de bedrijfsnaam of wat dan ook, helemaal niks. Maar bovenop het dak zit er een witte bol. Wat het voor een auto is, ik weet het niet. Ik zie hem wel vaker rijden, ook op afstand. Maar reed hij eigenlijk pal langs me heen, want ik liep op het fietspad. En hij reed zo langs me heen. Ik dacht, oké. Maar hij ging Cape Holland op, dus ja, wat hij daar doet, wat dat voor iets is, ik weet het niet. Hallootjes. Hey! Erwin bedoel ik. Hey! Hallo? Jullie zijn gek. Jongen. Hey. Stoltje verneinigen. Nou, ik ga er maar eens even tussen. Moet maar weer eens eventjes kalmeren die twee. Want anders zijn ze onderweg ook zo meteen druk tot de met. Ja! En nou is het over. Klaar! Jij dacht zelf uit. En het is over nu. Ja? Ja? Ik heb het tegen jou daar. En jij ook. Ja? Ga je ook maar schamen. Allebei. Foei. Klaar. Ja? Pas op hoor. Zo, ja toch? Het ging een beetje te erg. Dat spelen is goed. Blijf liggen waar je ligt.
Ja. Dus ja, ook in huisje wel tevreden gebeuren dingen, zou ik zeggen. Maar het is huisje Merel van. Nee, niet waar. Hoe heet muisje? Het draait heentje. Vroeger was het Merel van. Maar ik heb het bord op mijn huis, wat op het huisje hing van mijn vader, schilderij te staan. Ja, helaas vond ik dat niet te lezen, maar het is een heel klein wit streepje heeft hij geschilderd. En dat was vroeger het bord met het draaithintje. En wat betekent dat? Het is in het Fries het riethaantje. Dus ja. Maar oké, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Het is prachtig, mooi weer. Ik weet niet of er bij jullie sneeuw ligt. Hier gelukkig niet. Nee, het is hier lekker droog. Heerlijk. Dat, ik zie daar wel een paar donkere wolken. Maar voor de rest, het is prachtig mooi weer. Dus ik ga ervan genieten. En lekker even met de hondjes lopen. En dan gaan we daarna aan de gang. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Ja, hallo lieve vrienden. Astrid die is al ruimschoots weer de deur uit. Die zal al wel weer thuis zijn of ze moet boodschappen doen. Dat weet ik allemaal niet. Ik heb weer een bak koffie. De kerststak, alles is nou opgeruimd. Buiten ook dus, dat bedoel ik, hè, wat aan de moestuin hing. De box is naar boven, het is hier weer schoon en netjes en praal, behalve dat nog, maar dat doe ik straks. Ik heb mijn oortjes om, ik ga eventjes luisteren. Er wordt een boek voor mij voorgelezen, omdat ik dus, ik kan wel lezen, maar ik lees twee zinnetjes en begint het te dansen voor me. Niet lekker meer, nee. Dat komt ooit door een oogoperatie die ik gehad heb aan staar. Ik had een staaroog. Moest geopereerd worden, maar ja, sindsdien begint dat allemaal te dansen als ik te veel lees. Dus ja, echt fatsoenlijk een boek lezen is met plezier is er niet meer bij. Nou wordt het voorgelezen door een lieftallige vriendin van mij, Mario de Boer. Die woont hier ook niet al te gekke ver weg vandaan. Die woont in een straat waar ik vroeger als klein kind zijnde heb gewoond. Ga ik lekker naar zitten te luisteren, bak koffie erbij, een koek erbij en ik ga lekker een plaatje maken. En daarna ga ik de vaat doen, daarna ga ik een vlog in elkaar zetten en misschien ook wel twee, dat weet ik niet. Ik hoef verder niet weg, het regent nou zo te zien. Ik zie mijn poort nat worden. Ik moet zeker dan met de hondjes weer eens een keer ertussenuit, maar dat komt ook helemaal wel goed. Ja. Zolang het maar niet sneeuwt, vind ik alles best. Want ik moet wel door. Ja, en regen, dat filtert de bacteriën weer, hè. Dus loop zoveel mogelijk door de regen heen, dan blijf je gezond. Geen snotdoekjes voordoen. Nee, niet nodig, want dan word je juist ziek, want dan komen jouw bacteriën in. En dan word je ziek door jouw bacteriën. Nee, met een vorst. Naar buiten gaan. Naar buiten. Maar samen naar buiten. Maar niet bij elkaar. Hou afstand. Hoeft eigenlijk ook niet hoor. Maar ja, het moet voor Rutte. Dus, maar ga naar buiten met een gezonde weer. Regen, dat filtert weer die bacteriën. Dus naar buiten. Met de warmte, daar schijnen de bacteriën niet tegen te kunnen. Dus naar buiten. Ja, gewoon naar buiten gaan. Ja. Kleed erop en naar buiten. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, ik ga eventjes lekker zitten te luisteren. Even mijn hoofd leeg maken. Plaatje maken terwijl ik luister. Elwin die is een beetje ziekjes. Die heeft al twee keer overgegeven. Eén keer heel veel. En één keer een klein beetje. Dus ja. Die legt nou. Maar ja, ze zijn ook allebei strontvervelend geweest. Geen houden aan. Ik dacht, nou, hallo, kunt geschikt worden. Twee, drie keer buiten geweest? Ja, nee, wacht even, vier keer. Want ik heb ze ook niet naar buiten gelaten, maar wel weer naar binnen. En dat had Astrid gedaan, ja. Dus we zijn een stuk of vier keer buiten geweest al. Nou ja. Maar ja, nou liggen ze allebei dan eindelijk te slapen op de bank. Ja. Dus helemaal goed. Ja, laat me mooi liggen. Ik heb de dierenarts gebeld.
wist eerst niet hoe zwaar ze was, maar Astrid die heeft even op de weegschaal gestaan. Eerst haar eigen gewicht, toen Elwing opgetild, nou die tilde ik eerst zo even op en toen gaf ik haar aan. Want ik nam haar eerst zo bij me op schoot en dan zo aan haar gegeven. Elwing die is afgevallen door het lopen en ze is nu 16,5 kilo. Ja. Dus ja, dat gaat me even een lieve duit kosten als ze niet aankomt. Van €295 om me te laten helpen. En dan moet ze eerst weer loop zijn. Dan kan ik weer bellen als ze loop is om een afspraak te maken. En daarna wordt ze geholpen. Moet ik weten wanneer. Ik geloof 3 maanden na die tijd of zo. Dan is het lichaam op zijn best, dacht ik. Ik weet het zo niet. Ik weet het echt niet. Maar in ieder geval, als ze weer loopt, dus moet ik weer bellen, moet ik een afspraak maken en dan hoor ik wanneer ik komen kan. En dat horen we dan wel. Ja, dat heb ik op een briefje, dus voilà. Ik zal nou zeggen, lieve vrienden, ja, probeer van je dag te genieten. Ik weet niet wat jullie aan het doen zijn, buiten dingen doen of binnen dingen doen. Maak er wat leuks van, ja. En het is 14 februari Valentijnsdag. Momenteel zijn alle winkels dicht. Ik weet niet of er bij jullie een supermarkt is waar je ook dingen kan kopen, zoals noem maar wat, een gereedschap of een stofzuiger of wat dan ook, of pannenzet. Dat zou je dan kunnen kopen, maar dat is niet een liefdesverklaring. Probeer zelf in deze periode nu eens te denken van wat zal ik voor mijn geliefde gaan maken wat niks kost, maar van materiaal wat je hebt. Kijk in je schuur, heb je wat waar je wat van leuks van kan maken? Verzin wat. Ja, dat is leuk om te doen. Nee, ik vroeger ook, maar ja, ik heb geen man meer. Ik hoef dat niet meer te doen. Nee, maar anders had ik het ook gedaan. Maar ik hoef dat niet meer. Nee, en ik weet, we hebben hout genoeg. Nou ja, ik heb verf. Ik had wel wat gemaakt hoor. Ja, een hartje met een gedicht erop. Ja, daar ben ik goed in. Maar oké, verzin zelf wat. En maak wat. Laat het zien. Desnoods op Facebook. Doe wat leuks. Ja, 14 februari, Valentijnsdag. Ik maak plaatjes van Valentijn en dat deel ik met jullie op Facebook. Ja, dus daar kun je me ook vinden. Gewoon onder mijn eigen naam. Corina Luisterburg de Jong. Ja, hier op YouTube heet ik dus Corina en de Beestenbol. Ja, samen met Elwing, Rijka en mijn poezenbeestje Kandalf. Ja. Maar ook die kun je nou echt wel merken dat hij ouder wordt. Want anders was hij ook winterdag altijd buiten. Maar hij komt praktisch niet buiten nu al eens nog zo. Nee, hij moet er niks van hebben. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, we spreken elkaar straks weer. Tot dan, doei!